Hallo allemaal, welkom bij dit filmpje over cursus 5.2. Toen van hoofdstuk is de prijs van onze vrijheid. En vandaag wil ik met jullie hebben over cursus 5.2. De titel daarvan is bezetting, vervolging en bevrijding. In dit filmpje vertel ik jullie iets over bezetting en vervolging. En in het volgende filmpje vertel ik jullie iets over bevrijding. Goed, in de vorige cursus leerde je over de dictatuur van Hitler in Duitsland. En een dictatuur wil zeggen dat één iemand dat macht heeft. Nou, in Duitsland, in die tijd is dat natuurlijk Adolf Hitler met zijn politieke partij, de Nationaal Socialistische Democratische Arbeiderspartij. En die partij die heeft alle macht in Duitsland. Alle andere politieke partijen die zijn verboden. En in de periode voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog groeit zijn macht steeds. Heeft Hitler de macht om snelwegen te bouwen, om een leger te starten en om echt aan te sturen op een oorlog. En dat wordt, in andere landen worden die ontwikkelingen nauw gevolgd. En uiteindelijk hebben die andere landen ook gelijk, want in 1939 breekt er een oorlog uit. Nou, het Duitse leger valt dan Polen aan. Steden worden gebombardeerd, de haven wordt geblokkeerd. En Danzig hoort niet meer bij Polen, maar hoort in één keer bij Duitsland. Omdat Duitsers Danzig willen gaan. En dat speelt zich allemaal af in 1939. Dus 1939 is het begin van de Tweede Wereldoorlog. Maar waarom vinden andere landen dat nou zo erg? Omdat Polen een bondgenoot is van Groot-Brittannië en van Frankrijk. Klagen zij aan Duitsland de oorlog als Duitsland Polen binnenvalt. Nou, hier zie je een kaartje. Met een rode pijl wordt Danzig, oftewel Gdansk, aangegeven. Dat is een stad aan de Oostzee. En die lag toen dus in één keer in Duitsland. Nou, de grens tussen Duitsland en Polen die lag dus niet hier, zoals die nu ligt. Maar die lag in één keer hier. En Polen was dus een stuk kleiner dan dat het nu was. En hier zie je Deurne op de kaart aangegeven. Ook in ons gebied, ook in ons land werd tijdens de Tweede Wereldoorlog flink gevochten. Want Duitsland valt niet alleen Polen aan, maar is van plan om ook heel veel andere landen aan te vallen. Het gebeurt een jaar later. Denemarken wordt aangevallen, Noorwegen wordt aangevallen, Nederland wordt aangevallen, België en ook een deel van Frankrijk. En het gaat allemaal zo vlug dat Duitsland in één keer gewoon erg machtig is binnen Europa. Hier zie je een kaartje van hoe die oorlog verloopt. Ze zeggen, kijk even rustig naar het kaartje, dan kun je zien wat er allemaal gebeurt. Ik zal het jullie even kort hebben op belangrijke dingen doornemen. Je ziet hier staan, de titel van de kaart is De strijd in Europa, 1939-1945. En echt in hele grote delen van Europa werd dus gevochten. Ook in Noord-Afrika werd gevochten. En maar een paar landen bleven neutraal. Turkije, Zweden en Iberische Schiereiland, Spanje, Portugal. Bleef ook niet gaan. Goed. Belangrijke aanvallen die gedaan werden tijdens de Tweede Wereldoorlog. D-Day, 6 juni 1944. Daar hebben vielen geallieerden vielen aan om het Duitse Rijk uiteindelijk terug te dringen. Het was wel fijn om te weten, of wat goed is om te weten, om welke partijen er nu tegen elkaar streden. Nou, je had de Allied Powers, oftewel de geallieerden. En de Central Powers. Nou, aan de kant van de geallieerden, zonder de Verenigde Staten, Sovjet-Unie, Frankrijk en Groot-Brittannië. Zij vormden een bondgenootschap, de geallieerden. En aan de andere kant had je in Europa Italië, onder leiding van Benito Mussolini, en je had het Duitse Rijk. Onder leiding van Adolf Hitler. Dat was in Europa. Aan de andere kant van de wereld startte Japan ook een oorlog. En die hadden deze vlag. Goed, dat waren dus twee bondgenootschappen en daarom wordt het ook een Tweede Wereldoorlog. Goed, de geallieerden wilden er uiteindelijk voor zorgen om Europa te bevrijden. En als je nou een beetje wil zien hoe dat in zijn werk ging, dan kun je dit filmpje kijken. Dit is een filmpje een animatiefilmpje van D-Day, dus de aanval in 1944 van de geallieerden op Duitsland. En zoals je op bladzijde 59 kunt lezen in dat stukje leerstof, als je dat nog even rustig thuis voor jezelf naleest,
Dan kun je precies zien hoe die bevrijding van de hoofdpijn zijn werk. Goed, die Duitse soldaten, die als die in het leger wilden, of als ze zich achter Adolf Hitler schaarden, dan moesten ze hun oath afleggen. En hier zien we dat in zijn werk gingen. Ze moesten dan in een rij gaan staan, drie vingers in de lucht houden en ze moesten een tekst oplezen. Die tekst die staat en in het Duits en die is een beetje slecht leesbaar. Dus heb ik er even een vertaling bij gezet in het Engels. I swear by God this sacred oath that I will obey without question the Führer of the German Reich and people to Adolf Hitler, Supreme Commander of the Armed Forces, and that I am prepared as a brave soldier to lay my life on the line at any time for this oath. Dus daar staat eigenlijk, ik beloof aan God dat ik deze ode zal opvolgen, zonder ook maar enkele vragen te stellen aan de Führer, en dat ik er alles aan zal doen om te gehoorzamen aan Adolf Hitler. En Adolf Hitler is de hoogste baas binnen het Duitse leger. En ik ben zelfs bereid om mijn leven te geven als moedige soldaat om deze ode na te leven. Zover ging het dus. Hè. Als je als Duitse soldaat moest vechten, dan moest je echt bereid zijn om je leven te geven. Goed, Nederland werd dus ook bezet. Dat is in de periode 1940-1945. Nou, het is vandaag 10 mei, dus dat wil zeggen dat het vandaag precies 77 jaar geleden is dat, dat Duitsland Nederland binnenviel. En waarom deden ze dat nou? Nou, Nederland moest een nationaal-socialistische samenleving worden. Alles en iedereen moest de Duitsers gehoorzamen. En Duitsers die controleerden ook kranten, radio's, schrijvers en artiesten. Of zij precies deden en zeiden wat de Duitsers wilden dat ze zeiden. Nou, en op het moment dat dat gebeurt, dan noem ik dat censuur. Censuur wil dus zeggen dat eigenlijk maar in alle media maar één ding gezegd wordt. Dus er mag alleen maar gezegd worden dat de Duitsers het bij het juiste eind hebben, dat de radiozenders voor de Duitsers moesten zijn. Dat is censuur. Er was maar één politieke stroming, één politieke gedachte mocht uitgedragen worden. Goed. Hoe ging dat nou in zijn werk in Nederland? Je had verzetstrijders en NSB'ers. Eigenlijk ook een derde partij. Hier op het plaatje zie je iemand met een zwarte uniform staan. Dat is Anton Mussert. Dat is de leider van de NSB in Nederland. De Nationaal Socialistische Bond. En die stond dus aan de kant van de Duitsers. En hier zie je Seyss Inquart. Dat is een Oostenrijker. En die moest onder aanvoering van Adolf Hitler ervoor zorgen dat Nederland een nationaal-socialistische samenleving werd. Goed, eigenlijk had je dus grofweg had je drie groepen mensen in Nederland. Je had verzetstrijders. Dus mensen die aanslagen pleegden tegen de Duitsers. Dus waren mensen die dus gewoon gingen vechten, die dus terug gingen vechten. Maar je had ook mensen die het op een andere manier aanpakten. En die zij drukten geheime kranten met belastende informatie over de Duitsers. Om misschien mensen wel de waarheid te vertellen over de Duitsers. Goed, je had ook NSB'ers. Maar die stonden onder leiding van Anton Mussert. En dat waren mensen die de Duitsers juist hielpen. En er waren ook andere Nederlanders. Dus het was niet zo dat als je geen verzetstrijder was, dat je dan een NSB'er was of andersom. Maar je had ook gewoon andere Nederlanders. Die wilden gewoon zo goed mogelijk de oorlog doorkomen. Dat was al moeilijk genoeg. Goed, dat over de bezetting en de vervolging. Ik zal het later met jullie hebben over de bevrijding en de gevolgen van de bevrijding.